Een 42-jarige stadjer is gistermiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Bedemmerweg. De steekpartij vond plaats in een kamerverhuurpand. Over het motief tast men nog in het duister. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden, waaronder ook de man die werd neergestoken. Een 42-jarige man uit Groningen die is neergestoken op de Bedemmerweg in een hal van een kamerverhuurpand. Nou, hij is direct na het incident naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij lichtgewond was. De verdachte, een 58-jarige man, is eigenlijk direct na het incident aangehouden. Daarnaast werden ook een 40-jarige en een 53-jarige man uit Groningen opgepakt. De politie tast nog in het duister over de aanleiding van de steekpartij. Dat onderzoeken we nu. We zijn bezig met het verhoren van alle 4 verdachten. Want naast deze 2 is er ook nog een 3e verdachte aangehouden die sporen heeft weggemaakt. Een 4e verdachte die ook geweld heeft gebruikt. Nou, die 4 verdachten worden gehoord. Op grond van die verklaringen en het beeld wat we nu al hebben, gaan we natuurlijk een conclusie trekken. Het pand waar het gebeurde, een kamerverhuurcomplex aan de Bedemmerweg, dat is een bekend pand voor jullie, hè? Het is een bekend pand, verblijven ook verslaafden. 3 van de 4, voor zover wij weten, zijn ook verslaafde personen. En of het in de drugssfeer zit, dat moet natuurlijk uit het onderzoek blijken. Maar goed, daar houden we ook rekening mee. In het pand is gisteravond door politieagenten huiszoeking gedaan. Of men ook iets gevonden heeft bij deze huiszoeking is onbekend. De 4 verdachten zijn vandaag verhoord en zitten nog vast.